Welkom bij jouw tweelingzielen check-up check-in. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. En ik ga even kijken naar wat de tussenstand is op dit moment tussen jou en je tweelingziel. Wat er allemaal speelt in de connectie. Ik ga zo meteen de legging halen waarbij ik links leg voor je tweelingziel en rechts voor jou. Resoneert meer het linker verhaal met jou, ondanks dat ik het voor je tweelingziel leg. Wees vrij om de posities om te wisselen. Daarnaast spreek ik heel vaak over hij, maar het kan natuurlijk ook een zij, dus een vrouw zijn in deze. Daarnaast hoop ik dat het goed met je gaat. En wil ik al mijn lieve, lieve abonnees bedanken voor jullie steun. Voor iedereen die dit kanaal steunt op zijn of haar manier. Met de lieve berichtjes, donaties via PayPal of via Tikkie. Hoe je kunt doneren staat hieronder mijn reading. Er staat overigens al mijn gegevens. Ook hoe je bij mij een reading kunt boeken. Speciaal helemaal afgestemd op jouw energie en jouw persoonlijke situatie. En indien mogelijk die van jou ook in je tweelingziel. Als je dat wenst, hè, dus indien wenselijk, stem ik me ook af op de energie van jou en je tweelingziel. Kun je boeken via www.mydailycoach.nl of hieronder deze video staat de link naar mijn website. Daarnaast, als je het nog niet hebt gedaan, volg mij hier op YouTube, op YouTube en op Instagram. Op Instagram ben ik het meest actief, want daar trek ik elke dag een dagkaartje. En abonneer je hier op mijn YouTube-kanaal. Alles wat ik hier doe is algemeen, dus als deze reading met je resoneert, geef het een thumbs up. Ik heb net al kaarten getrokken, ik heb ze hier neergelegd, maar meestal trek ik de kaarten en dan kijk ik er niet naar. Dus ik wacht even tot inspiratie tot mij komt. Want dat heb ik nog niet helemaal gekregen. Dus ik ga zo meteen nog een keer naar de kaarten kijken. Alright, de eerste week van januari is bijna een feit. En we gaan naar volgende week. En volgende week, even kijken, is dat woensdag, hebben we natuurlijk de nieuwe maan in steenbok. Dus de eerste nieuwe maan van dit jaar in een aardeteken. Oké. Okay. En eind van de maand hebben we natuurlijk ook Mercurius retrograde. En natuurlijk weer een volle maan. Ik ga eventjes, yes, nog één keer voel ik. Wat mag ik te weten komen over de connectie voor het collectief? Ik vraag alsjeblieft om de beste scenario. Wat natuurlijk met iedereen resoneert. Dat zou hartstikke mooi zijn. Oké, okay, wat mogen te weten komen in, wauw. In deze situatie over de connectie. Wat is de stand van zaken? Hoe gaat het op dit moment? Wat mogen te weten komen over de connectie van de lieve tweelingzielen die nu kijken? Don't let your past hold you back. Wat mogen te weten komen over de connectie? The energy is gaining momentum. Dan trek ik even een extra kaart op. Mag ik een extra kaart op? The energy is gaining momentum. Waar heeft het over? Waar gaat het over? A new start is coming. Wow. En onderkant deck, what do you need to release? Oké, okay. Mag ik nog één kaart voor de connectie alsjeblieft? Twee. En onderkant deck is balance, spirituality en practicality. Dus een balans tussen het aardse en het niet-aardse. Dus ja, ik weet niet of jij op dit moment heel erg bezig bent met het spirituele. Heel erg bezig bent met ja, toch je energie heel hoog houden. Dat zeg ik ook altijd. Probeer zoveel mogelijk in een hoge vibratie te zitten, in een hoge energie. Dat had ik de afgelopen week ook heel veel. Dan ben ik altijd een stuiterbal, zeg ik altijd, want dan bruis ik echt. Maar dan krijg ik ook heel veel gedaan. En er komt ook heel veel tot mij. Het stroomt ook makkelijker en moeiteloos. Maar daarvoor is het ook belangrijk dat ik goed geaard ben. Want de manifestatiestroom is natuurlijk van boven naar beneden. En van beneden naar boven is de stroom van release, van bevrijding en van loslaten. Dus het is wel belangrijk dat beide stromen goed kunnen gaan. En, of althans goed verlopen. Want de energie is natuurlijk, hè, dat het een hele mooie circulaire beweging is. En de enige manier om dat te bewerkstelligen is dus ook om goed gegrond en geaard te zijn. Dus als je het gevoel hebt dat je of te veel aan het zweven bent of in dit geval te veel in je hoofd leeft. Te veel aan dromen of te veel niet met aardse dingen bezig bent, zorg ervoor dat je weer wat meer gaat gronden, gaat aarden. Aan de andere kant betekent het ook als je wel te veel met het aardse bezig bent, dus heel veel in 3D leven, dus heel veel bezig bent met
ik noem maar wat, wat jouw tweelingziel nalaat of wel of niet doet, of waar ze mee bezig zijn, of de wijze waarop je tweelingziel zich opstelt in het contact en dergelijke, en dat je je daar enorm aan frustreert, irriteert. Probeer dan toch te kijken of je, hoe je wat meer daarboven kunt gaan, hè? Dat je daarboven gaat hangen. En zaken vanuit een breder perspectief kunt gaan bekijken. Het kan ook zijn dat jouw tweelingziel op dit moment, dat daar een disbalans is in het leven bij jouw tweelingziel. Dat hij of zij te veel met aardse zaken bezig is. Inderdaad, te veel bezig met afleiding op een niet gezonde manier. Dus ongezonde afleiding. Een beetje devil energy. Ik hoor heel veel zorgen. Dus of ze hebben heel veel zorgen. Het kan gaan om financiële zorgen. Of ze storten zich in het werk. Omdat ze bepaalde dingen niet willen aangaan, als het ware, met zichzelf. Vluchtgedrag komt ook in mij op dit moment. En dat voel ik ook echt in mijn buik. En vluchtgedrag is niet zozeer het is meer vluchten voor zichzelf. Omdat ze merken dat ze aan het groeien zijn. En wat waarschijnlijk wat meer met het spirituele in contact komen. En daardoor gaan er ook bepaalde innerlijke poorten gaan open. En aan de andere kant zorgt dat er ook weer voor dat ze hun hakken in het zand gaan zetten. Dus dat ze in de weerstand gaan. Dus er gebeurt gewoon eronder ligt ook work through your fears. Dus ik denk dat het ook wel geldt voor je tweelingziel. Dat die echt met zijn angst of haar angst aan de slag mag gaan. Dus er gebeurt een hoop in de energie. Het eerste is don't let your past hold you back. Laat je niet weerhouden of tegenhouden door het verleden. En ik denk dat dat te maken heeft. En kijk, zie je, dan krijg ik inspiratie. Tadaa. Ik denk dat dit te maken heeft met jullie connectie, hoe het hiervoor is gegaan. Misschien hebben jullie voor de afgelopen paar maanden, hebben jullie dus voor het nieuwe jaar geen goed contact met elkaar gehad. Zijn jullie uit elkaar gegaan? Of er zijn dingen gebeurd in de connectie waarvan je zoiets hebt van, nou ja, dit wil ik nooit meer van mijn leven meemaken. En dat zorgt er dus voor dat op dit moment een beetje voorzichtig wordt gedaan in de connectie, want je wilt eigenlijk niet weer teruggaan naar wat het was. The energy is gaining momentum. Dat betekent dat de energie zich aan het opbouwen. En waarom, hè? Met de waxing moon en een new moon. Een new start is coming. Dus het energie zich aan het opbouwen. In die zin, er komt ook een nieuwe maan aan. Dus ik denk ook voor een aantal van jullie. De waxing moon. De waxing moon is altijd. Die werkt toe naar een volle maan. Dus eerst krijg je de waxing moon. En dan krijg je dus de full moon. Om vervolgens naar de waning, kan niet uitspreken, moon te gaan. Dus er bouwt iets zich op in de energie. Normaal komt dus na de waxing moon. Komt dus een volle maan. Maar nu komt er een nieuwe moon. Dus een nieuw start is coming. Hoe dan ook, zowel bij een volle maan als bij een nieuwe maan. Komt er een eind en is er een nieuw begin. Dus. Deze kaarten zeggen ook om weer naar de next level te gaan of om weer met elkaar te kunnen zijn, laat je niet weerhouden door het verleden. En de Magician ligt hier ook met Mercurius, de mind. Dus ik heb het idee dat één van jullie twee of jullie beiden zijn een nieuw begin aan het manifesteren. Jullie zijn daar echt bewust mee bezig. En dat kan te maken hebben met dat het dus in het verleden een soort van breuk is geweest tussen jullie. Jullie zijn hier beide aan toe, maar kunnen daar nog niet helemaal volledig voor gaan. We gaan straks kijken. Dan staat hier: is er time to give rather than take? Dus het is heel belangrijk dat jullie beide wat meer water bij de wijn gaan doen om elkaar tegemoet te komen. Dus ook om aan elkaar te kunnen geven, dan alleen maar nemen. En het is heel mooi, want als twee gevers dan gaan geven, dan krijg je echt de maximale gifts, hè, komen eruit. Dus het maximale kan je dan van elkaar mogen ontvangen. En a new romantic cycle begins voor een aantal van jullie. Niet voor iedereen natuurlijk. Dus als het met je resoneert, hè, dus de new moon in Libra. Dus een new romantic cycle begins. Dus. Hier ligt een nieuwe beginning, hier ligt een nieuwe beginning. Dit is ook aan het opbouwen. En qua energie.
En de eerste kaart die ik trok was Mercurius, the Mind. En dat ik moet ook even erbij pakken. Dit zijn de astrology cards van de Black Moon Astrology cards. Ik ken het deck nog niet zo goed, maar ik heb het even snel gebladerd. Want ik weet dat elke kaart is gekoppeld weer aan een tarotkaart. Dus dat vind ik wel heel fijn. En deze is gekoppeld aan de Magician, Mercurius. Mercurius die gaat zo eind van de maand, dus ook in januari, de eerste, dus de eerste maand, gaat deze in retrograde. Dus die gaat retrograde lopen. En altijd wanneer Mercurius in retrograde is, ja, dan kan je van alles verwachten. Dan kun je verwachten dat mensen terugkomen uit je verleden, miscommunicaties. Het is vooral naar binnen keren, introspectie en met jezelf aan de slag gaan. Maar ik nodig je echt uit om deze maand, vooral wanneer die Mercurius retrograde komt, om echt naar binnen te keren en te gaan kijken van wat kan ik manifesteren? Wat wil ik anders hebben in mijn tweelingzielenconnectie? En dan niet zozeer van wat moet de ander veranderen, maar wat kan je bij jezelf veranderen of anders doen of vanuit een ander perspectief bekijken, zodat je dat als energie gaat omarmen. Zodat je dat als energie in je voelt, bij je draagt. En wat je dan krijgt is like attracts like. Dus dan trek je dat ook weer aan bij de ander. Als je graag iets anders wilt in de connectie, verander dat dan bij jezelf. En zo kun je dat manifesteren bij de ander of bij iemand anders. Hè? Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Maar we gaan even uit van de tweelingzielenconnectie. Als jij dus ervoor kiest om met je tweelingziel in union te zijn. Als je daar niet voor kiest, dan kan je dat ook al bij iemand anders manifesteren. En daarnaast gaat het natuurlijk over het denken, over communicatie. Dus deze periode en deze maand, dus niet alleen vandaag of hè, nadat je deze reading hebt gehoord en geluisterd, wil ik je van harte uitnodigen om eens niet alleen maar soul searching te doen, maar ook wat mind searching te doen. Van wat wil jij nu manifesteren? De Magician is de kaart van manifestatie, is ook weer de kaart van denken, kan in negatieve zin zijn de mind games. Hè? Maar denk eens even voor jezelf na van wat wil ik graag manifesteren in mijn tweelingziel. Connectie en hoe speelt dat zich uit bij mij? Hoe gedraag ik me daar, hè, daarin? Als ik iets van de ander wil, wat betekent dat dan voor mij? Stel je voor, je hebt, dat is wel eens vaker zo, hè, de ene is altijd super blij, open, betrokken en de ander is daarin dan, hè, in de connectie is dan het tegenovergestelde. Terwijl jullie hebben dat allebei. Alleen in de connectie dan gaat de balans bij de een wat meer naar die kant op en dan bij de ander gaat het weer meer naar de andere kant op. Dus als je bijvoorbeeld, als een heel stom voorbeeld ga ik nu geven. Stel je voor, je hebt een tweelingziel die heel erg gesloten is en je zou graag willen dat deze persoon wat meer open gaat. Of je zit in een relatie en je wilt graag dat je partner wat meer open stelt. Ja, door je echt heel overwhelming open te gaan presenteren aan de ander, wat je eigenlijk doet, is je overroelt die persoon eigenlijk daar alleen maar mee. Dus wat kan je daarin bij jezelf manifesteren? Dus dat je de ander uitnodigt. Misschien heb je iets anders in je energie te doen, hè? Dus in plaats van dat je heel erg actief geeft, mag je meer gaan investeren in ontvangen. Dus dat je wat meer en beter leert ontvangen. En dat wanneer je iets krijgt, dat je dat niet direct veroordeelt, maar dat je het eerst ontvangt en voelt en denkt van, hey, wat is de intentie geweest van de ander, dus van je tweelingziel, dan dat hij het op deze manier aan mij geeft? Ik geef even een heel stom voorbeeld. Maar dat is een iets waar je dus aan kan gaan werken, wat je kunt gaan manifesteren. Als je kunt veranderen in je energie en ook in je mind. Wat ervoor zorgt dat je iets anders bij de ander oproept. Ik hoop dat je me snapt. De Magician kaart ligt ook hier bij Don't Let the. Volgens mij hebben we precies vier, hè? Ja, fantastisch. 1, 2, 3, 4, 5 eigenlijk. De Magician kaart ligt ook bij Don't Let Your Past Hold You Back. Dus het kan best zijn met de mind dat hiervoor daar hele vervelende mind games zijn gespeeld. Door je tweelingziel met name. Dit is ook de kaart van manipulatie als je hem in het negatieve betrekt, hè. En Mercurius kan natuurlijk ook heel deceiving zijn. Tijdens Mercurius retrograde kom je ook vaak erachter hoe mensen werkelijk zijn, dus een ware aard wordt getoond. En misschien is dat dus de reden geweest dat je eigenlijk niet zo open staat om direct ja, aan iets nieuws te beginnen met je tweelingziel. Of je tweelingziel heeft gewoon een hele nare ervaring met manipulatieve mensen, met name relaties. Zowel mannen als vrouwen. Wat ervoor zorgt dat hij een beetje terug. Of hij of zij, hè? Ook voor de mannelijke kijkers. Dat
dat hij of zij, dus in ieder geval dat je tweelingziel wat terughoudend is in het contact, wat natuurlijk heel zonde is, want het zegt wel iets over waar hij of zij mee zelf aan de slag mag innerlijk. Dus dat kan ook te maken hebben met Mercurius the Mind, waarom deze kaart hier ligt. De andere kaart was de Ninth House is Faith. En die was gekoppeld aan de Three of Fire. Wat ik gewoon heel mooi vind, is faith, hè? Vertrouwen. Nou, faith niet. Trust is trust. Maar faith is geloof hebben. Ja, ergens in geloof is wat. Hè, is bij mij ook gelinkt aan vertrouwen hebben in en aan. Three of Fire. Zie je hoe mooi zij vooruit gaat? In haar mooie schelp, in haar boot. En ze kijkt echt heel, heel vastberaden en vastverzekerd naar voren. Ze kijkt je ook echt aan van dit is het, ik ga. En dit is de kaart van de toekomst. Dus heb vertrouwen in de toekomst. Wat ik ook heel mooi vind, er ligt hier 333, meestergetal 33. En daarna kwam dus Uranus, nummer 9. 3, 3 is 9. En hier ligt ook een 3. Dus meestergetal 33 of 333 of 3033, dat is maar wat je wilt, ligt hier. Op tafel. En 3 heeft te maken natuurlijk met de drie-eenheid, maar 3 gaat ook over creativiteit, creatie en over communicatie. Dus er is iets in de communicatie wat op dit moment ervoor zorgt dat jullie niet helemaal één eenheid met elkaar kunnen zijn. En dat is gebaseerd op resultaten van het verleden. Echt gewoon teleurstellende, pijnlijke ervaringen en resultaten van het verleden. Dus heb vertrouwen ook in de toekomst. Als jij ervoor kiest om met je tweelingziel verder te gaan, dan betekent dat dat echt dat jij in ieder geval als je iets wilt, dat bij jezelf moet gaan aanpakken en veranderen om dat te bewerkstelligen bij de ander. Als je al weet dat de ander daar niet, wil ik niet zeggen, maar dat de ander daar anders in zit, laat ik het zo zeggen. En daardoor dus misschien niet direct daarmee aan de slag zou gaan in de connectie. Dus een betere wereld begint altijd bij jezelf. Want je kan in principe alles manifesteren, maar ik zeg er wel altijd bij, houd wel rekening met karma natuurlijk, hè? Zorg ervoor dat je intenties echt zuiver zijn als je iets bij iemand anders gaat manifesteren. En daarom zeg ik altijd, manifesteer bij jezelf en kijk eens aan wat je terugkrijgt. Je krijgt altijd iets terug in je energie als je je energie verandert. Dus op een gegeven moment kunnen het ook niet alleen, kunnen het alleen maar, bedoel ik, positieve dingen zijn. Daarnaast, ik had al in mijn energie-update van deze week voor de tweelingzielen staat op mijn website. De link naar mijn blog staat hieronder. Dat is de liefdesbrief. Ik ga vanaf nu elke week liefdesbrieven posten. Dat wil ik doen op maandag. Of op zondagavond of op maandag, moet ik even kijken. Maar in ieder geval dat het op maandag in ieder geval op de website staat. En dat is de energie-update echt specifiek voor de tweelingzielen voor die week. En dus ik heb al de toren getrokken. En de toren is nu hier weer. Want Uranus Genius is gekoppeld weer aan de toren. En Uranus is volgens mij ook de planeet van verrassingen. Moet ik het even erbij pakken. Voordat ik onzin uitkraam. Astrologie is voor mij altijd iets. Rapid change. Ja, dus de Uranuskaart in de notendop is hele snelle bewegingen, shocks, sudden transformations, the unexpected revolution, government overthrows, rebellion. Nou, een heleboel. Het heeft te maken met veranderingen, maar ook een soort van shock-effecten. En dat had ik dus ook al in deze week in mijn liefdesbrief, energie-update. Maar zoals ik wel eens vaker zeg, ja, mijn timing kan een andere timing zijn dan het universum of jouw timing. Dus het kan nog even doorlopen. Maar er gaat iets zijn in de connectie wat je niet verwacht, wat ineens verandert. Of ik denk dat het te maken heeft met dat er een iets wordt geopenbaard. Er wordt iets gecommuniceerd. Je tweelingziel doet een onthulling. Of jij onthult iets. Of je komt ergens anders. Dus er is iets wat onverwachts gaat zijn. En zoals ik ook in mijn liefdesbrief schreef, is het kan ook gewoon een overtuiging zijn wat verandert. Hè? Misschien heeft je tweelingziel tot aan dit moment gehad, de overtuiging gehad dat jij niet echt
voor hem of haar wil gaan, of dat je niet echt op hem, om hem of haar geeft of van hem of haar houdt, omdat die persoon heeft zelf een laag zelfbeeld of is zelf onzeker. Weet je, er is in ieder geval iets wat anders gaat zijn in de connectie. En hoe spijtig ik dat ook vind voor een aantal van jullie, is betekent het echt weer einde oefening. In die zin even weer geen contact. De toren haalt altijd alles weg. Dus ook al is dat een vervelende kaart, dus altijd een blessing in disguise. Want er zit altijd een zegening bij de toren. De toren haalt weg wat niet dient, of die maakt zichtbaar wat weg moet. En dit kan ook gewoon een aha-moment zijn. Dus houd er rekening mee dat er iets shockends kan gebeuren in de connectie. Want dit is het. En de Justice-kaart, de Seventh House, is de huis van de weegschaal. Gaat over relaties, dus de partners. Dit kan letterlijk betekenen dat jouw tweelingziel, als die dus getrouwd is, dat zijn huwelijk tot een eind komt. Of haar huwelijk, of de relatie waarin die zit, zou ook kunnen. Ja, een aantal van jullie, ik weet niet waarom ik het doorkrijg, maar ik ga het toch doorgeven. Of dat je erachter komt dat je tweelingziel ergens anders nog een kind heeft met iemand anders. Of iemand is zwanger van jouw tweelingziel. Of jouw tweelingziel zelfs zwanger van iemand anders, weet je. Er is een shock-effect deze week. Het kan zowel positief als negatief uitpakken. Ieder verhaallijn is natuurlijk anders. Houd er wel rekening mee. Maar een nieuw romantic cycle beginnen, wat ik gewoon mooi vind, ligt hier twee keer de weegschaalkaart. Dus voor mij is het echt wel, voor de grootste groep, is het een positieve uitwerking op de connectie. En wat te maken heeft met de mind en met communicatie en met samenwerking. Drie is ook de kaart van samenwerking. Dus er gebeurt iets moois, maar er gebeurt ook iets schokkends. En de waarheid komt aan het licht. Je krijgt waar je recht op hebt. Het recht wordt zegevierd. Dus hoe dan ook gaat de opschudding, het torenmoment, gaat iets positiefs meebrengen. Dit zijn ook nieuwe kaartjes, dus ik ga even naar kijken van hoe ik deze nu ga inzetten hier. Oké, wat kunnen we nog meer meegeven in deze situatie? Dus dit is wat ik wil meegeven voor nu, als het gaat om jullie connectie. Er gebeurt een hoop. Celebrating simplicity. Ja, dit gaat over zaken gewoon eenvoudig houden, simpel houden. Niet te moeilijk doen, niet te moeilijk denken, niet te veel ego toelaten in de connectie. I am more fulfilled when there's less to manage and to maintain. Dus ik haal meer voldoening en ik ben meer voldaan wanneer er weinig is om te regelen en om bij te houden, hè? Ik denk dat dat ook echt wel de energie is van jouw tweelingziel, die ook echt ernaar verlangt dat zaken gewoon simpel gaan tussen jullie. En dat zaken wat eenvoudiger gaan, ook in de communicatie. En misschien is dat wel het torenmoment wat gaat plaatsvinden voor een hoop van jullie. Dat jullie gaan ontdekken, of althans dat je tweelingziel erachter komt, dat hij al die tijd, hij of zij, zo behoorlijk moeilijk heeft gedaan. Of de connectie als moeilijk heeft ervaren, of de dingen waar hij of zij aan moet werken. Terwijl ja, het valt allemaal reuze mee als je het zo bekijkt. Maar goed, in zijn of haar hoofd, ja, was het allemaal moeilijk, moeilijk. Maar er komt in ieder geval een shift in het denken. Hè? Want the mind, Mercurius, justice is ook luchtteken. Dan moet ik even spieken. De toren is wel weer vuurteken. Hier ligt vuur, vuur. Wat ligt hier nog meer? De ninth house. Uranus is volgens mij. Dat weet ik even niet. Dan moet ik even spieken. En hier ligt. Oh, dat is Uranus. Dat is de ninth house. Is van boogschutter. Dus er ligt heel veel vuur, 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 vuur. Er ligt heel veel vuur en lucht. Mercurius is ook gekoppeld aan tweelingen. Tweelingen is ook lucht. Dus lucht en vuur, ja. Dus of het vuur gaat oplaaien, dus het wordt heftig in de passie. Of in de, ja, agressie wil ik bijna zeggen. Of het wordt wat rustiger. En ik denk voor een aantal van jullie dat het echt wel wat rustiger wordt. Omdat jullie beiden wat meer willen geven en investeren. Als je twee mensen gaat geven, dan betekent dat er geïnvesteerd gaat worden in de connectie. Maar hou wel even, ja, voor ogen dat er heel veel vuur hier ligt. Wauw. Polishing my heart. Wauw.
Feeling is a power that helps me heal. Ik denk dat dat gebeurt op dit moment. Zijn hart wordt gepolijst of jouw hart wordt gepolijst. En feeling is a power that helps me heal. Dus ik denk echt wel dat jouw tweelingziel veel meer gaat voelen en toestaat en toelaat om te voelen, waardoor hij of zij erachter komt dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en dat het gewoon oké is om te mogen voelen. En dat het ook soms oké is dat je heel veel voelt, maar niet zo goed weet wat je daarmee aan moet. En ik denk dat dat voor hun echt wel een soort van eye-opening gaat zijn gedurende deze periode. En dat is dus wat het torenmoment veroorzaakt. Oké, dan trek ik ook even wat kaarten voor jullie, want ik voelde echt die kaarten voor jouw tweelingziel waren. Creating cooperation, dat is de nummer 3. More gets accomplished when everyone has a role to play. En dit gaat over samenwerken met elkaar. En er wordt meer gedaan als iedereen zijn rol erin pakt. En ook aan jou wordt gevraagd om je tweelingziel ook de ruimte te geven om zijn of haar rol te pakken. Het gaat weliswaar niet helemaal volgens jouw manier. En misschien mag het sneller, omdat jullie toch al zo lang al onderweg zijn. Of heb je zoiets van, ja, weet je, dat weet je toch allemaal wel. Houd er rekening mee dat iedereen heeft zijn eigen tempo. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En iedereen heeft een eigen leercurve waar hij doorheen mag. Alright, even nog één kaart. Voor jullie. Oh, twee. Die gebruik ik voor de connectie. En wat is onderkant dek? Ja, die ook. Oké. Voor jullie is expanding inner power. Wauw. Ja, jullie zijn echt bezig, jullie innerlijke kracht. I am my most powerful when my creativity is given a voice. Jullie zijn echt bezig met jullie zelf nog meer in je kracht aan het zetten. Je bent aan het groeien. Je bent aan het werken aan wat meer stabiliteit, wat meer innerlijk, dus innerlijk in harmonie zijn. Dus echt je innerlijk leven. Zoals ik altijd zeg, wat mijn missie is, is om iedereen te helpen, of in ieder geval de vrouwen die ik begeleid tijdens mijn coaching, om een ideaal innerlijk leven te creëren. Dat je veel minder wordt geleid door de pieken en dalen van de tweelingzielenconnectie. Dus dat je veel meer investeert op dit moment om dicht bij jezelf te blijven. Voor de connectie geldt bij jullie, voor jullie is asking for angelic support. My angels respond when I'm open and authentic about how I feel. Weer over voelen. Als je open en eerlijk bent over wat je voelt. Dus soms weet je het ook gewoon niet in de connectie. Ik ook niet hoor. Dat je dan gewoon je engelen kunt aanroepen of gewoon naar binnen kunt keren. En nou ja, als je niet in God gelooft, de creator vragen om guidance, het universum, maar ook gewoon luisteren naar je innerlijke stem. Stil worden om te kunnen ontvangen. En embracing worthiness, heel mooi. I feel worthiness filling every cell of my body and it feels amazing. Wat een fantastische mantra. Wauw, dit gaat over je eigen waarde. He, dus dat je jezelf wat meer gaat waarderen, meer van jezelf gaat houden en inzien hoeveel waarde, van hoeveel waarde jij wel niet bent. Je bent echt gewoon van ongelooflijk veel waarde. Niet alleen voor jezelf, ook in je tweelingziel, maar ook gewoon in deze connectie. Heb jij gewoon heel veel te bieden. En zowel je tweelingziel, dat geldt ook voor je tweelingziel, dit is voor jullie connectie, dus het geldt ook voor jouw tweelingziel. En wat ik net al zei in het begin, ik denk dat een heleboel van onze tweelingzielen daarin mogen groeien en dat is zich ja toch gewoon meer op waarde mogen gaan schatten, want jullie zijn niets voor niets een match. Dus als een van de twee zich niet goed genoeg voelt voor de ander, ja, dan klopt er iets niet in de connectie. Terwijl jullie zijn gewoon een fantastisch match en heel veel tweelingzielen zijn gewoon niet elkaars type. Maar het gaat helemaal niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk, het gaat om de zielsconnectie die jullie hebben, want jullie zijn in principe een perfecte match. En ja, hoe kun je daar nog meer in creëren, zodat de ander zich vrij voelt om zichzelf te zijn? En daarin creëren is het time to give than rather take. Betekent dat je de ander moet gaan overtuigen dat hij net zoveel waard is als jij. Nee, hoe kan je in de liefde de ander tegemoetkomen, zodat de ander dat gaat voelen? Want alles heeft te maken met voelen. En dat is dus waar zij op dit moment doorheen gaan. Bij een heleboel van de tweelingzielen, kijk, die wil eruit. Wat is dit? De High Priestess. Oké. Okay. Dus ook voelen, intuïtie. Heel mooi. Bij een heleboel van de tweelingzielen heb ik het idee dat hun hartchakra aan het openen is. Ja? Zag je dat? Het is gewoon een andere kleur.
Oké, we gaan even kijken naar wat er gebeurt in het leven van je tweelingziel, hoe dat daarmee nu gaat. De kaarten willen er niet in. De Sun-kaart, wauw, is een van de mooiste kaarten in het deck. Dus ergens is er een gevoel van, ja, plezier. Is er veel liefde. Oké, we gaan kijken. Als deze reading met je resoneert, geef het een thumbs up. Laat een leuke comment achter. Ik probeer altijd zoveel mogelijk op alle comments te lezen, te lezen en te reageren. Ik doe het even zo. Oké, wat gebeurt er op dit moment in het leven van je tweelingziel? Mogen te weten komen over hoe hij of zij erin zit, wat hij aan het doen is, waar hij aan denkt, hoe hij zich voelt. Kijk, de magician. Kijk eens aan. De magician. Hij is aan het manifesteren, of zij. Ja? Tada. Oh, dan maak ik er altijd weer zo'n rommeltje van hier, hè? Dus ik ga het even anders doen, want ik wil wel de kaarten goed kunnen zien. Oké. Appa, komt u maar. Oké. De magician met de magician. Wauw, hoe verzin je het, hè? Dus jouw tweelingziel is iets aan het manifesteren. Is die jou aan het manifesteren? Of zij is, hè, jou aan het manifesteren? Maar dat je dat helemaal niet weet of dat je daar niet bewust van bent. Ga er nog een post over maken of over de runners. Ik heb hem al geschreven hoor. Over de dingen die zij doen. Om hè, de chaser. Dus ik vind dat. Ik kom nog steeds met een term. Dat heb ik al heel lang beloofd. Dat ga ik ook echt doen. Maar om jou in de gaten te houden zonder dat je dat weet. En wat ze daar allemaal voor doen. Ik weet dat het zo is. Ik heb het ook wel eens gelezen op andere sites en zo. Maar ook verhalen van andere mensen. Dat ik denk van jongen, jongen, jongens, waarom doen jullie zo moeilijk? Terwijl je kan gewoon toegeven aan de situatie. En dat scheelt een hoop. Maar dat is mijn manier van denken, omdat ik niet in hun positie zit. Maar zij hebben gewoon met andere angsten te maken en uitdagingen. Dat is hun leercurve, hun leerproces. En het vervelende daarin is dus dat zij dan allemaal dingen gaan forceren en organiseren. Terwijl ze aan de buitenwereld en aan jou vooral laten zien van I don't care, I don't care. Ik geef niet om jou of zoiets. Eight of Pentacles. Hij is iets aan het manifesteren of zij is aan het manifesteren. Kan te maken hebben met werk. Of dat hij graag wil investeren in de connectie. We gaan zo verder kijken. Deze kaarten zijn allemaal zo glad. Oké, wat mogen nog meer te weten komen over? En dan de Ten of Cups. Oh my god. Daar ben je. The Empress. Ja, ze zijn jou gewoon aan het manifesteren. Wauw. Ook als je man bent, geldt de Empress voor jou. De Divine Feminine ligt hier. Zij zijn aan het manifesteren. Een aantal van hun zijn echt aan zichzelf aan het werken. Want ze willen gewoon iemand anders zijn. En niet letterlijk iemand anders zijn, maar ze willen groeien. Ze hebben dus een aha-moment gehad. En ze willen groeien. Ze willen zich op een andere manier presenteren in de connectie. Maar dat niet alleen. Ze willen een andere mindset op ontwikkelen. Een mindset wat ervoor zorgt dat ze de connectie minder ingewikkeld en minder zwaar ervaren. Because they want you. Ze willen de 10 van bekers met jou. De 10 van bekers is de meest, maar ook meest happy kaart als het gaat om fulfillment, als het gaat om voldoening. Ja? De 10 van bekers, normaal is een gezin die staat, hè, met de armen wijd, vader en moeder en de kinderen. En dat ben jij. En de Emperor staat ook voor een nieuw begin. Het staat dus ook voor zwangerschap. Zoals ik in het begin al zei, van ja, het kan best zijn dat er een kindje in het spel is. Of jij bent zwanger van je tweelingziel. Of je tweelingziel zwanger is van jou. Dat kan natuurlijk ook. Maar dit is de fulfillment. Dit is de voldoening. En dit is ook een nieuw begin. Die Empress is ook creatie. Is trouwens ook nummer 3. Is een nieuw begin. Wauw. Dus ze willen graag. En dat zijn ze dus nu ook aan het manifesteren. Wauw. Oké. En misschien weet je het helemaal niet, want er wordt niks gezegd. Ik zeg dat en er valt van alles hier. Nou.
Ace of Wands. Dacht ik al. Oké, dan ga ik even naar de connectie. Zie je dat? De Knight of Cups. De Knight of Cups, de connectie is ook weer een nieuw begin. Iemand wil iets aanbieden. Iemand, en ik denk dat je tweelingziel is, die wil graag zijn liefde uiten. Maar, nogmaals, tot op heden. Ik voel twee scenario's. Tot op heden was dat niet mogelijk. Hield hij dit achter? Kon hij dat niet delen? Of als dat niet de scenario is, dan zegt dit, dan zegt mij dit, dat jouw tweelingziel heeft een beslissing genomen. En die wilt hiervoor gaan vechten, die wilt hiervoor gaan. Die wilt erin investeren. Alleen het blijft moeilijk en lastig om niet toe te geven aan de mind weer, die demonen. Die alle angsten voorspellen en die steeds alle angsten laten zien. En elke keer wanneer jij niet reageert zoals hij of zij dat inschat dat jij gaat reageren, dan worden ze weer bevestigd in hun angst. Of elke keer dat ze graag willen dat je reageert en je reageert totaal niet, worden ze bevestigd in hun angst. En het is alsof ze zo'n soort van self-fulfilling prophecy constant creëren, maar ze willen echt wel een nieuw begin. Maar goed. Er zijn nog steeds angsten en er zijn nog steeds onbewuste patronen wat ervoor zorgt dat ze niet in beweging komen. Dit betekent ook die nieuwe maan die eraan zit te komen, dat voor een aantal van jullie rond die nieuwe maan gaat er echt wel iets gebeuren in de connectie. Het kan letterlijk zijn dat je intiem gaat zijn met je tweelingziel, maar er ligt hier gewoon een gepassioneerd nieuw begin op jullie te wachten. Oké? En als het dus niet met de nieuwe maan is, het ligt wel in de lijn dat het gaat gebeuren. Ik denk sowieso dat een heleboel van ons met onze tweelingzielen wat meer in contact gaan zijn in 2021. Dus geef niet op. Als dat jouw keuze is, als jij dat wilt, als dat de beslissing is die je hebt genomen. Wat gebeurt er in jullie leven? Wat is op dit moment bij jou de status? Wat mogen we daar te weten komen over jullie, jij die hier naar kijkt? Oh my god. De Queen of Swords omgekeerd. Maar ik ga hem even omdraaien. Ja, jij bent wat meer op je hoede. Je staat op scherp. Je houdt letterlijk alles in de gaten. Maar ook alles wat jou gewoon uit jouw energie haalt, wil je niet meer. Daar heb je helemaal geen zin in. Je bent er helemaal klaar mee en klaar voor iets nieuws. Wat mogen we nog meer te weten komen? Voor die zielen, mooie zielen die nu naar deze reading kijken. De Four of Swords, ja, je hebt je teruggetrokken, je doet rustig aan, je laat wat meer van hem of haar uitkomen, je zit een beetje in de chill modus en je bent aan het nadenken over heel veel dingen. Dit is trouwens allebei lucht. Hier ligt alles, lucht, water, dit kan ook aarde zijn, dus lucht, aarde, water. Aarde, vuur. Ben ik nog iets vergeten? Lucht, aarde, water, vuur. Nee. De Hierophant. En wat heb ik met die toren, ladies? Wat heb ik met de toren? En gentlemen. En onderkant dek is... Och, die Emperor. Hoe verzin je dit, hè? Wauw. There we go. The Emperor en the Empress. Daar zijn jullie. Dit zijn jullie. Alsjeblieft. Wauw. Kijk er even goed naar. Dit zijn jullie. Kijk er even goed naar. Geniet van dit aanzicht. Geniet van dit beeld. Geniet hiervan. Dit zijn jullie. Hij manifesteert jou of zij. Jij wilt graag naar... The next level. Jij wilt graag dat het serieuzer wordt, dat het beter wordt, dat hij zich gedraagt als de man. Wie die is, of vrouw kan ook, of wie die behoort te zijn. Met andere woorden, jij verlangt van je tweelingziel dat hij step up his game, dat hij zijn rol pakt. Want dat is waar jij recht op hebt. Dat is waar jij naar verlangt. Zoals het hoort te zijn. De gedeelde liefde, evenredig, gelijkwaardig, respectvol, maar vooral op een gelijkwaardiger niveau.
En dat is ook de kaart van rather it's a time to give rather than to take. Dus jullie allebei investeren in de connectie. Dat is wat jij wilt. Dat is op dit moment jouw energie. Dat ga je of dat ben je aan het manifesteren. Ja, dat is wat je wilt. Dat is het aha-moment die je hebt gekregen of gaat krijgen. Want je gaat een beslissing nemen. Je gaat, de meeste van jullie gaan voor jullie tweelingziel kiezen. Maar daarvoor heb je echt wel wat soul-searching moeten doen, naar binnen moeten gaan. Want ja, zoals het tot nu toe is gegaan, oh, op deze manier wil je hem of haar niet. Is hij of zij jou niet waard? En andersom ook niet. Dus jij hebt zoiets op dit moment van... Oké, dude or dudette. Hè? Dus of de dude of de dudette. Luister, we gaan het op deze manier doen. En ik verwacht dit, dit en dat van jou. Wees de man of vrouw die ik nodig heb. Die de connectie nodig heeft. Dan ben ik dat ook voor jou. Dus waar hij of zij, hè, dus waar je tweelingziel nog in het manifestatieproces zit, heb jij al een beslissing genomen. Jij hebt het besluit genomen. Dit is wat jij wilt. En je maakt geen grappen. Oké? Wauw. Hoe verzinnen we het, hè? Fantastisch. Goed, wat kunnen we nog meer meegeven in deze connectie over deze mooie... Ja, jullie willen allebei hetzelfde. Jullie willen allebei hetzelfde. Hij of zij wil jou. Je wilt 10 van bekers met jou. Wauw. En jij wilt dat ook. Kijk, dit is allebei een beetje dezelfde kaart. Dit is de 10 van bekers. Is dat je echt wel een gezin. Hè, het kan letterlijk gezin zijn. Of in ieder geval bij elkaar bent. En gelukkig bent en alles hebt. En de Hierophant kan natuurlijk gaan over je geloofsovertuigingen. Die je in de weg zitten. Maar de Hierophant is ook de kaart van verbintenis. Is de kaart van huwelijk. Van met elkaar zijn. En dat is de 10 van bekers ook in principe. Dus jullie hebben op dezelfde positie dezelfde kaart. En daar waar hij aan zichzelf aan het werken is, heb jij je teruggetrokken, ben je soul searching aan het doen. En daar waar hij of zij aan het manifesteren is, ben jij juist je manifestaties en je energie aan het beschermen. En ben je heel duidelijk in wat jij toelaat, wel of niet. Want jij wil niet dat jouw energie omlaag gaat, dat je uit je element wordt gehaald. En waar hij of zij over jou droomt en jou wilt manifesteren, heb jij al alle aha's gehad of die ga je nog krijgen wat je nodig hebt. En waaruit blijft van wat je bij hem of van haar nodig hebt. Dus jullie zitten allebei in die creatieproces. The Four of Pentacles. Oh. Four of Pentacles. Jullie zitten allebei in de creatieproces. Alleen bij de één heb ik het idee, dus bij jou, bij jullie, is het proces al min of meer voltooid. In die zin weet je wat je wilt. Weer die Emperor, wauw. En de onderkant deck is Nine of Pentacles met de Ten of Cups. Tada! Alsjeblieft. Ik krijg natuurlijk het liedje. You got it all, you have it all, you have it all. Zoiets, ik laat maar. Dat is het. Alles hebben met elkaar. Vasthouden aan. Investeren in de connectie. Zodat je alles met elkaar kan hebben. You can have it all. De 10 van bekers ligt hier weer. Zie je dat? Wauw. Die Emperor ligt hier ook weer. Zie je dat? En dit is de Four of Pentacles. Vasthouden aan. Niet opgeven. Investeren. Maar wel op een volwassen manier. De Emperor hoeft niet alleen maar te gaan over controle. De Emperor is ook de vader. Is ook de yang energie. Dat is actie ondernemen. Maar wel vanuit een liefdevolle manier. Het is zorgen voor. Het is investeren. Het is bouwen aan. Creëren. Het zijn de structuren goed neerzetten. Weet je? Dat het allemaal gewoon goed geregeld is. Dat is de
Energie van de Emperor ook nog. Oké, wat mogen te weten komen in de tweelingzielenconnectie van jouw tweelingziel? Ten of Wands. Ja, er is iemand heel hard aan het werk. Judgment. Ja. Jouw tweelingziel is heel hard aan het werk. En dit heeft met name te maken met de lessen. Het ontwaken wederom weer. Met de lessen die hij of zij leert. Maar ook dat hij merkt van dat hij nu, of hij kan ook een zij zijn, dat hij nu echt moet gaan investeren in de connectie. Dat is de les, dat is het inzicht, het aha-moment, het torenmoment wat is geweest. En wat mogen we bij jullie? Seven of Cups. Oeh. En de Two of Pentacles. Ja, bij jullie, hè, ondanks dat ik echt voel van dat je echt wel een beslissing hebt genomen of dat je die gaat nemen, is er nog steeds over het een en ander verwarring. En ben je er nog steeds niet helemaal over uit? Ik ga even kijken wat dat is. Want ik denk dat het te maken heeft met iets met de connectie. Maar waarom liggen de Seven van Beeks en de Two of Pentacles? Dit is wikken en wegen. Ja, de Five of Wands is conflict. En waarover is conflict? De Four of Wands, dit is stabiliteit. En de onderkant dek is de Three of Pentacles. En de onder ligt, oh, Three of Pentacles. En de onder ligt de Ace of Pentacles. Dus het heeft echt wel te maken met samenwerking in deze connectie. Jij bent erover uit, dus wat je wilt. Alleen de twijfels zijn nog steeds over de connectie zelf. En over de rol van jouw tweelingziel. En of hij of zij dat echt wel gaat oppakken. Of hij of zij daar echt wel iets mee gaat doen. En dat is dus de kaart van Don't let your past hold you back. Dus laat je niet weerhouden door resultaten uit het verleden. Dit is wat ik voor jullie heb. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik hoop dat het je inspireert en dat het resoneert. En ik wens je een hele, hele fijne avond.